Hey, hallo. Ik ben Erika van Tielen. Je zou mij kunnen kennen van Vlaanderen Vakantieland. Een programma waarvoor ik een flink stuk van de wereld heb mogen afreizen. Maar vandaag ben ik met veel plezier jouw gids in Schoten. Een gemeente die heel wat te bieden heeft. En ik ga het jou allemaal laten zien. Spring maar achterop. Schoten ligt in de groene rand rond Antwerpen. In een regio die ook wel de Voorkempen genoemd wordt. Met zowat 34.000 inwoners en een oppervlakte van 3.000 hectare is Schoten niet klein. Schoten is een zelfstandige gemeente, maar de stad Antwerpen ligt handig vlakbij. Vlot bereikbaar met de auto, maar ook met de fiets en het openbaar vervoer. Schoten kent een lange geschiedenis. En wie daar heel veel over weet, is Bob Chabot van de heemkundige kring Scott. Dag Bob, goedemorgen. Goedemorgen, Erika. Jij stond al zo braaf op mij te wachten. Ja, een beetje te wachten en even te kijken en te controleren onze vlag en zo. De vlag van Schoten te checken. De vlag van Schoten, waarschijnlijk een van de hoogste vlaggen hier in Schoten. Ah ja. Ja, we zijn hier aan de Vereniging voor Heemkunde, dat is uw geesteskind. Inderdaad, de heemkundige kring, die we tegenwoordig meer en meer erfgoedvereniging noemen en zo. Wij zijn hier gevestigd in een voormalige brandweerkazerne. De beeldbank en het archief en documentatiecentrum is hier ook gevestigd. Ja. Maar ik nodig u uit, als je wilt, kunnen we eens kijken. Graag. Wij zijn hier in de zaal van het arsenaal. Wij doen hier, zoals u ziet, tentoonstellingen en voordrachten en zo. Wordt voor allerlei gebruikt, ook zelfs voor Xineng zelfs. Maar dat wou ik u laten zien. Een schilderij van eind 1600 ongeveer. Het kasteel van Schoten. Nu cultureel centrum. Dat is toch een schilderij al van 300, 330 jaar oud of zo. Daar zijn we wel heel fier op. Ja, en dat is vermoedelijk ook een van de, of misschien wel het belangrijkste gebouw in de geschiedenis van Schoten. Ja, ik zou zeggen, er zijn heel wat kastelen geweest, maar dat was een van de twee belangrijkste kastelen, Kalensberg en dit, waar de heren van Schoten gewoond hebben. Naast het fraaie kasteel van Schoten zijn gelukkig nog tal van andere historische kasteeldomeinen bewaard gebleven, samen met heel wat omliggend groen. Zo is er Amerlo aan de Horsebaan. De oorsprong van dit domein gaat terug tot 1234. In de 19e eeuw werd het kasteel onder meer bewoond door oud-burgemeester ridder Karel van Praat. In 1996 ging het goed over in handen van een Nederlandse familie, die kasteel en omliggend parkdomein in Engelse landschapstijl prachtig restaureerde. Hof van Kalensberg, tegen de grens met Merksem, is een ander fraai Schotisch kasteel, gebouwd op de fundamenten van een burcht. Philip Schoyte, afstammeling van een Antwerpse magistratenfamilie, liet het optrekken in de 17e eeuw. Er lagen oorspronkelijk 4 boerderijen omheen. Later evolueerde die omgeving naar een mooie parktuin. Vandaag heeft de familie van Baron Bracht de sleutels van Kalensberg in handen en doet het kasteel dienst als hoofdzetel van het beursgenoteerde bedrijf Sipef. Op zoek naar de wortels van Schoten belandde ik ook in een prachtig domein aan de Villerslei. Nu ja, Villers is eigenlijk geen kasteel, maar een voormalige abdij en naar verluid is ze heel belangrijk geweest in de ontstaansgeschiedenis van Schoten. Het heeft zeer lang, gedurende 800 jaar, werkelijk de geestelijke macht hier geweest. En dit in tegenstelling tot de wereldlijke macht die zich situeerde in het huidige cultureel centrum van Schoten. Ja. Dat heeft zo geduurd tot de Franse Revolutie. Dan zijn al de monniken weggegaan en dan is het uiteindelijk verkocht aan particulieren, eerst handelaars van het Noord-Frankrijk en zo stilaan enkele adellijke families, tot het uiteindelijk een zorgcentrum is geweest. En ook die zustertjes zijn vertrokken en dan is het uiteindelijk bij ons terechtgekomen. Genoeg geschiedenis, want ook vandaag heeft Schoten heel wat te bieden. Neem nu de Paalstraat en omgeving, het commercieel hart van de gemeente.
Schoten telt liefst 500 handelszaken. De Paalstraat is de belangrijkste winkelstraat en zit in de lift. Elke maand openen er nieuwe zaken. Geen wonder dus dat 64% van de Schotenaren hun meeste aankopen in eigen gemeente doen. Paalstraat is een levendige shoppingstraat. Ja, klopt. Het is een hele leuke, gezellige straat waar je eigenlijk op een relatief korte afstand alle winkels bij elkaar vindt. Ja, ja, dat is het echt wel, hè? Want ja. Er zijn hier vrouwen, heren, boutiques, kinderwinkels, eet- en drankgelegenheden. Ja. Ja. Kijk eens rond, je vindt eigenlijk alles. En wat misschien ook heel belangrijk is, is dat er hele goede parkeergelegenheid is. Hier achteraan is een hele grote parkeerplaats waar je gratis kan parkeren. Bovendien is de bereikbaarheid van Schoten zeer goed, hè? Zeer makkelijk. Hè? Schoten is een groene gemeente. Volgens officiële cijfers zelfs een van de meest beboste van heel Vlaanderen. Het is dan ook heerlijk fietsen in al dat groen. Volg de fietsknooppunten of de nieuwe striproute, die onder meer langs het Kiekeboe-standbeeld leidt. Maar ook langs de twee kanalen die door de gemeente lopen is het fijn trappen. Het Albertkanaal en het kanaal Dessel-Schoten. Het kanaal Dessel-Schoten dateert van de 19e eeuw. Het hoogteverschil tussen begin- en eindpunt bedraagt 25 meter en wordt overwonnen door 10 sluizen. Het kanaal heeft van oudsher altijd een toeristische functie gehad. Schoten had na de Eerste Wereldoorlog zelfs een tijd de allures van een echte badstad, inclusief hotels en wandeldijk. Om te wandelen, van de natuur te genieten of gewoon om tot rust te komen, zijn er in Schoten nog heel wat mogelijkheden. Het gemeentepark bijvoorbeeld. En wie kent het eeuwenoude Peertsbos niet? Het kogelspark in de wijk Deuzelt is van de hand van de wereldbefaamde Schotense landschapsarchitect Jacques Weerts. Maar de parel aan de kroon van het groene Schoten is zonder twijfel Park Voor de Stijn. Wat bijzonder in een week aan dit park is, u zit daar op de muur van de kasteeltuin. Hè? Ja. Dat is een ommuurde tuin, een orangerietuin. Ja. En die zijn er maar heel weinig. Ah, ja. En zeker gratis. Hè? Ja. In Engeland massa's, maar dat is betalen. En die in ene is gratis. Waar zijn we nu, Leo? Ja, dit is de orangerietuin. Je hoort bij het kasteel. En die is op deze manier aangelegd om mensen inspiratie te geven om hun eigen tuin te verzorgen. Oh, ja. Dus er is een massa planten in gebed. Ja. En regelmatig zijn hier ook plantenbeurzen. Ja. Dat is eigenlijk de bedoeling van de tuin. Burgemeester Maarten de Veuster kent Schoten natuurlijk als geen ander. Ik ben wel eens benieuwd naar zijn favoriete plekje in deze gemeente. Waar zijn we nu eigenlijk? We zijn in de Patappeltorenweg. Patappeltorenweg. Dat is eigenlijk een verbindingstukje door de velden met de wijken. Hier achter ons ligt Koningshof, Schotenhof. En als we de weg volgen, komen we eigenlijk in de wijk Ter Donk, Den Donk terecht. Ja. De Geuzenvelden eigenlijk, eerlijk gezegd. Ja. Echt landelijk Schoten? Ja, een verrassend stukje landelijk Schoten. Gelegen tussen twee eigenlijk woongebieden. Ja. Een verbindingsweg. Rustig, groen. Echt om tot inkeer te komen is misschien een groot woord. Maar in ieder geval ontspannend om even te fietsen. Ja, dat kan ik me voorstellen. Tussen de koeikjes. Ja, de koeikjes zijn hier nu. Die zitten hier in de winter niet. Maar in de winter is het hier ook mooi hoor. Ja. Ja, dus eigenlijk, wat mij betreft, toch een van de meest verrassende plekjes van Schoten. En een van de mooiste. Ik begin stilaan te begrijpen waarom zoveel mensen graag in Schoten willen wonen. Eens horen wat een specialist van de lokale woningmarkt hierover te zeggen heeft. Jim, Schoten wordt al maar populairder als woongemeente. Hoe zou je dat verklaren? Diverse redenen eigenlijk. Om te beginnen, de locatie op zich. We zitten hier midden van het groen, maar toch vlak aan Antwerpen. Op een kwartiertje tijd ben je aan Antwerpen. Ook woon-werkverkeer, autosnelwegen in handbereik. Het centrum van Schoten is heel divers, ook wat winkels, horecazaken en dergelijke betreft. Dus dat is alvast een reden dat Schoten sterk in trek is. Mm-hmm.
Schoten is populair als woongemeente, maar er wordt ook flink gewerkt. Meer dan 1700 Schotense ondernemingen houden de Vlaamse economie mee draaiend en zorgen voor flink wat tewerkstelling. Onder meer langs het Albertkanaal vind je heel wat bedrijvigheid. Wij zijn al 50 jaar hier aanwezig op de site. Het is allemaal gestart in 1963 met de productie van smeermiddelen. Wij zijn daarmee gestopt in 2002. In C13 produceren we enkel nog koelvloeistoffen of in de volksmond genoemd antigel. En als ik toch met enige fierheid mag zeggen, in Europa zijn er maar twee fabrieken van dezelfde grootte. In Schoten zijn heel wat verenigingen actief. Die brengen flink wat leven in de brouwerij. Enkele evenementen genieten bekendheid tot over de gemeentegrenzen. Neem Park Happening Schoten, met activiteiten en muziek voor jong en minder jong. Of Schoten zingt, met z'n allen luidkeels evergreens vertolken in het park. Volk in het Groen is een uniek festival. De kwaliteitsfolk wordt live gebracht in enkele fraaie villatuinen van Schotenhof. Je kan er zwieren en dansen op jigs, Scottish en andere polka's. Maar ook bij sportliefhebbers doet Schoten vast een fietsbelletje rinkelen. Dit is de Churchilllaan. Normaal gezien een hele drukke straat. Behalve één dag per jaar, dan wordt alles hier afgesloten. En dan denderen de snelste renners uit het profpeloton hier voorbij om uit te maken wie van hen de winnaar wordt van de Scheldeprijs. De oudste Vlaamse wielerklassieker en misschien ook wel het officieuze wereldkampioenschap voor spurters. Topsport in Schoten. Jawel. Het startschot van de Scheldeprijs wordt nu al enkele jaren gegeven in Antwerpen, bij het nieuwe museum aan de Stroom. Wielerfans komen van heinde en ver om de renners van dichtbij te kunnen bewonderen. Zelfs al kan het begin april nog flink koud zijn. Tussen de Ronde van Vlaanderen en Parijs-Roubaix in zit hij als gegoten. Zij die van de Vlaamse koers zouden blijven hier, nemen deze wedstrijd, zoals in Cancellara bijvoorbeeld, zoals Bonen in het verleden, als een toegevoegde waarde en voorbereiding op Parijs-Roubaix. En dan komt er nog eens dat contingent van sprinters bij, dan krijg je een uitgelezen peloton. Via chaque année et on est vraiment des habitués, on va l'arriver aussi pour voir les trois tours qui passent chaque fois. Doet er nog altijd iets in eigen gemeente aankomen? Ja, zeker, dan kun je altijd iets meer. Hè. Dat is echt een speciaal gevoel door eigen dorp rijden en we zullen zien. Looking forward to a race again. I think I have to see how it goes. I think the last few days have been pretty intense and it's good to do a race again towards the weekend. Mark, how important is Scheldeprijs to you? It's the first win I had as a professional, so it's always a special race for me. Op de lange erelijst prijken ronkende namen als Briek Schotten, Rick van Looy, Eddy Merckx, Roger de Vlaming, Mark Cavendish en Tom Bonen. De Scheldeprijs betekent voor Schoten een echte hoogdag. Het wielercircus brengt telkens weer duizenden mensen op de been. Er wordt sterk meegeleefd, op de tribunes bij de aankomst, maar meer nog langs het dranghekken op het parcours van de plaatselijke ronde en in de cafés natuurlijk, die hun togen voor de gelegenheid buiten opstellen. Een leuke feestdag, wielrenners bekijken. Goed. Dat is een jaarlijkse traditie om bij elkaar te komen en dan gaan wij samen naar de koers kijken. Dat is de nationale feestdag van Schoten, hè? Daar kunnen we duidelijk over zijn. En dan zien we een paar vrienden en de koers en dat is altijd plezant. It's all to me.
eerste Scheldeprijs, dames en heren. Op 3, Ferry Marcus. Op 2, Mark Cavendish. En winnaar, Marcel Kittel. Natuurlijk kunnen we niet om Hello Schoten heen, al gesticht in 1959. Het is een van de oudste Vlaamse cultuurfestivals, maar nog steeds springlevend. Een bezoek aan het Werelddansfestival levert elke zomer weer verrassende ontmoetingen op. Zo kreeg ik een druminitiatie van taiko-specialisten uit Japan. Fans hier. Steven, de tent lijkt hier elk jaar groter te worden. Het is echt wel een publiekstrekker, hè? Hello Schoten. Ja, dat klopt. Ik denk dat we er wel 55 jaar ondertussen in slagen om ongeveer tussen de 20.000 en de 25.000 bezoekers toch elk jaar gedurende een week naar Schoten te trekken. En dat vraagt elk jaar voor een grotere installatie, uiteraard. Ja. Het is plezant. Er zijn hier ook zo waanzinnig veel landen al komen optreden. Heb je enig idee hoeveel er in de loop der jaren al gepasseerd zijn? Ja, op een bepaald moment stop je met tellen, want dan wordt het lijstje te lang. Maar de laatste telling die we hebben gemaakt, daar zaten we op 104 landen. En ik denk dat je er in de wereld officieel 148 erkend hebt of zoiets. Dus ja, nog een paar te gaan. Nog een paar te gaan. Ja, toch al niet slecht, hè? Nee. Okay. Een privéles tango. Van een echte Argentijn dan nog. Op Hello Schoten kan het allemaal. Uno, dos, cruce. Y atrás, uno, dos, y cerra. Muy bien, sabe el primer paso de tango. Muchas gracias. Hello Schoten gaat mee met zijn tijd. Het is een van de redenen dat er ieder jaar weer 25.000 liefhebbers op de afspraak zijn. Zo is er nu ook Hello Kids, met een aangepast programma op maat van de jongste bezoekers. Niet alleen om naar te kijken, maar ook om zelf uit te proberen. Tot slot nog enkele bekende gebouwen en pleisterplaatsen van Schoten. Dit is het Gelmelehof, gebouwd eind 19e eeuw als chic buitenverblijf en later ook bekend geworden als bibliotheek en politiebureau. Het gemeentehuis van Schoten mag er ook wezen. Bouwjaar 1907 staat gegrift in de inhuldigingssteen van het historische gedeelte. Ook het door de Schotense beeldhouwer Herman Cornelis versierde en met galerijen omzoomde marktplein geeft het dorpscentrum cachet. Tijl Uilenspiegel kijkt uit over het plein. Een monument van recentere datum is de bibliotheek, ontworpen door Renaat Braam. Voilà, onze verkenning van Schoten zit erop. Ik hoop dat je het leuk vond. En ja, wie weet, komen we elkaar nog wel eens tegen, hè, tijdens een fietstochtje. Salut!